Jesper van der Wielen, genieten van een dagje FBK. Maar in je achterhoofd gisteravond de 5000 meter in Ordichem. Ja. 13.29, 21 telletjes eraf van jouw eigen PR. Moet dan een mooie FBK geweest zijn. Ja, zeker. Was genieten gisteravond. Terwijl mijn PR was niet helemaal realistisch natuurlijk. Het is van 2 jaar geleden en vorig jaar blessure gehad aan het baanseizoen. Waardoor ik geen snelle race heb gelopen. Maar toch zo'n sprong van 21 seconden is altijd lekker als je het doet. Ja, en dan een leuke FBK games meemaken en met in de achterhoofd van nou, die EK-limiet is in de pocket. Ja, nee, zeker. Was wel genieten vandaag. En ik vond het wel leuk op de 10.000. Ik keek wel eventjes op 5 kilometer hoe hard ze doorkwamen. En dat was gelukkig 14e langzamer als ik gisteren liep. Maar dan zie je dat er nog veel werk aan de winkel is. Maar nee, het is wel mooi om zo'n dag. Je zegt gelukkig 14e langzamer. Ja, gelukkig liepen we nog iets langzamer. Maar op doorkomst van de 5. Maar het is nog veel werk aan de winkel. Ja, veel werk aan de winkel. Voor jou, door je zegt in de toekomst wil ik eigenlijk ook nog heel veel stapjes vooruit maken. Ja, zeker. Ik hoop eigenlijk wel, zeker wel Europese top. Maar eigenlijk denk ik wel verder. En eigenlijk wil ik strijden als blanke tegen de Afrikanen. Het is heel lastig, maar wie er niet aan denkt, dan gaat het ook nooit gebeuren. Dus, Die Ritsen heb je nog gevolgd in de wedstrijd? Ja, het begint niet echt zijn ritme, maar toen hij op 5 kilometer een beetje zijn ritme vond, kwam hij eigenlijk alleen maar dichter bij de kopgroep. Dus je ziet dat zo'n 10.000, je moet je ritme vinden en dan kan het, je kunt je tweede adem vinden. En dat had hij vandaag, dat is wel mooi. Ik ben ook even met hem op de foto geweest, dus dat is wel leuk. Ja, we hebben hem ook geïnterviewd en hij heeft ook het idee van dat gat tussen wat we dan zeggen de blanke atleten en de Ethiopiërs in Kenia, dat kan wel gedicht worden. Ja, zeker. Hij heeft het ook bewezen 2 jaar geleden toen hij 12.54 liep volgens mij, of 56. Maar ja, daarom is hij wel een van mijn voorbeelden. Zulke jongens, net zoals Gallon Rupp, die laten wel zien dat het mogelijk is. Ja, mooie sprekende voorbeelden. Voor jou dit seizoen, je hebt die EK-limiet, je gaat het EK lopen. En dan? Heb je nog een 10.000 ergens in je achterhoofd? Nee, 10.000 is nog niet. Dus mijn motor, ik heb wel een grote motor, maar ik heb pas 5,5 trainingsjaren. En ik ga volgend jaar wel eentje lopen, maar meer om het limiet te lopen voor het EK 123. En dan daar gewoon om kampioenschap te lopen, dus nog geen maximale. Daar wacht ik nog eventjes mee. Ik Helsinki, ervoor nog wat kortere afstanden. En misschien een heuste daarna, als mentaal nog fris zit, dat ik nog een poging ga wagen voor het Olympisch limiet. Maar 9 seconden is veel op die 5000. En misschien kan er nog een klein beetje groeien in het seizoen. Maar elke seconde die je nog eraf pakt is natuurlijk mooi. Vooral aan het eind van het seizoen. Dus heel misschien ga ik nog een poging wagen. Maar eerst kijken hoe we naar Helsinki denken. Ja, mooi seizoen. Het begint allemaal in Kenia. Daarna hebben we 3 baanwedstrijden en 3 persoonlijke records. Ja, Kenia. En 3 keer winst. Kenia was niet zo heel goed eigenlijk. Daarna ben ik naar Portugal gegaan 2 weken. En daar heb ik heel goed getraind. En toen ben ik echt sterk teruggekomen. Ja, en die 3 keer winst, dat doet mezelf eigenlijk het beste. Want ik ben gewoon ongeslagen nog dit seizoen. En dat is wel een fijn gevoel. Nou, lachende Jesper van der Wielen, want de bus wacht. Ja, ik moet even haasten. De jongens gaan nou de bus in. Dus ik moet er ook achteraan. Volgende wedstrijdje wordt? 3000 in Leiden. Veel succes. Ja, dankjewel.